Het valt minister Steven McAndrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken op dat er personen zijn die zeggen dat ze willen werken, maar op het moment dat het erop aankomt, weigeren te werken. Voor de bewindsman is de belangrijkste issue op dit moment dan ook het vinden van personen die daadwerkelijk willen werken. Ik heb een paar gevallen meegemaakt in de afgelopen weken. Mensen die zeggen dat ze werk zoeken, ze worden doorverwezen naar arbeidsbemiddeling. En wanneer arbeidsbemiddeling ze wil plaatsen, willen ze niet. Kortom, mensen benaderen je omdat ze op bij de overheid willen werken. Maar op dit moment hebben we geen plaats bij de overheid. Integendeel moeten we inkrimpen. Dus als er werkzoekenden zijn en ze komen naar mij toe, ga ik ze doorverwijzen naar Stichting Onze Dienst Arbeidsbemiddeling. Zodat ze dan geplaatst kunnen worden in de private sector om daar hun employ te vinden. De volgende stap voor zijn ministerie is om te kijken naar de motivatie waarom mensen zich wel of niet willen inzetten voor een baan. Op het arbeidsgebied valt er een hoop te doen. Willen we decent work gaan realiseren in Suriname? We moeten naar een aantal issues kijken die ons momenteel in de greep hebben en daarvoor de juiste oplossingen zien te vinden. Ik heb me onder directoraat arbeidsmarkt al gevraagd om in de komende periode met sectoren te gaan zitten, om na te gaan wat de concrete behoeften zijn van die sectoren aan personeel. En dat zullen we trachten middels vakscholing, middels partnerschappen met andere organisaties, scholen, toch wel ervoor te zorgen dat we samen met het bedrijfsleven, samen met de overheid, werken aan het trainen van het benodigd kader in Suriname. McAndrew stelde verder dat er sinds zijn aantreden geen politieke benoemingen zijn gedaan op zijn departement. Indien wij personen zullen aannemen, zullen die alleen mensen zijn die we nodig hebben, besluit hij.